2016, wat was dat voor jaar voor jouw partij? 2016 was voor ons een heel mooi jaar. Een jaar waarbij we in Almelo in ieder geval een nieuwe burgemeester hebben gekregen. In de vorm van Arjen Gerritsen, waar we als VVD heel tevreden over zijn, maar ook als stad ontzettend tevreden over kunnen zijn. We vanavond zijn nieuwjaarstoespraak mogen horen. Ik heb hem meerdere malen zelf meegemaakt. Een geweldige burgemeester voor de stad, waar we heel blij mee zijn. 2016, waar de politieke rust toch wel terug is gekomen in de stad. Almelo heeft veel meegemaakt de afgelopen jaren. En ik denk het afgelopen jaar waar een stuk rust terug is gekomen, een stuk bezinning is teruggekomen. Dat is positief. 2016, een jaar waarin de waterboulevard is aangelegd. Als ik hier vanavond hier naartoe kom, glibberen bijna over de boulevard, dan denk ik van wauw, fantastisch. Dus de waterboulevard is teruggekomen. 2016 een heel mooi jaar, wat ik heel succesvol voor Almelo, waar ik op terugkijk en waar ik heel tevreden over ben vanuit de politieke invalshoek Almelo. Absoluut. Jij zegt dat je de perikelen van 2016, dat die op dit moment overwonnen zijn. Maar hoe moeilijk is het geweest om politiek te voeren in een klimaat waarin alles over elkaar heen rommelt? Dat is heel dynamisch geweest, om het even politiek uit te drukken. Bijzondere periode die we met z'n allen hebben meegemaakt, hebben beleefd. Waar ook zeker de VVD een rol in heeft gespeeld. Maar waarbij wel de stad Almelo is gekomen waar het nu staat. Waar een stuk rust is teruggekeerd, waar bezinning is. Waar politieke kaarten zijn neergelegd. En wat het is geworden. En het is goed. En ik denk als je kijkt naar het college wat er nu zit, de raad, hoe het samenspelde is, dat goed is voor Almelo. En ik kijk daar tevreden op terug. Er zijn dit jaar geen verkiezingen geweest, maar toch is jullie fractie uitgebreid. Ja, dat is een bijzondere wending. Die had je niet zien aankomen? Nee, die hadden we zeker. Als je met een driemansformatie begint, zie je die niet aankomen. Wij sturen nooit op uitbreiding van de formatie. De kiezers die bepalen. En de kiezers die hebben voor de VVD bepaald dat wij met twee man en een vrouw in deze raad komen. Daar is één persoon bijgekomen in de persoon van Willem Lapatti. Daar zijn we heel tevreden over. Willem heeft de keuze gemaakt voor de VVD. En daar heeft hij een hele toelichting op gehad, opgegeven. En die is, vind ik, zeer acceptabel. En we hebben daarmee kunnen voorkomen dat de raad verder is uitgebreid met nog meer fracties. De VVD kan op het sociale terrein wat meer geluid laten horen. En de samenwerking met de PvdA is uitermate goed. Dus ik denk dat dat voor de stad Almelo in zijn totaliteit een goed gebaar is geweest. Goede streep onder 2016, 2017. Wat verwacht jij van het jaar 2017? En dan kijken we even naar de financiële situatie van de gemeente Almelo. Kijken we ook naar de leegstand in de binnenstad. We kijken ook naar het parkeerbeleid. Ja, dus is veel actualiteit. In ieder geval op het gebied van het parkeerbeleid zien we in de omliggende steden. Kijk even naar Rijzen. Wat daar op dit moment gebeurt. Ik heb daar vandaag nog weer berichten vanuit de binnenstadsondernemers over binnengekregen. We zullen daar wat mee moeten. Het parkeerbeleid komt nu tot rust. Er is veel over te doen geweest in Almelo. Ik denk dat het op dit moment duidelijk is hoe het parkeerbeleid is ingericht. Als wij als Almelo besluiten om ook naar nul euro beleid te willen gaan, oftewel gratis parkeren. Gratis parkeren bestaat niet, hè, maar daar zal de raad wat over moeten vinden. Dat is één. Twee, het financieel plaatje van Almelo, dat vraagt veel aandacht, ook dit jaar. De VVD onder andere heeft gevraagd om in gesprek te treden met provinciale staten, met gedeputeerde staten over het onderuitkomen van het verscherpt financieel toezicht. Daar zullen we over in gesprek gaan met de wethouder van Financiën.
En het derde punt, de binnenstadsontwikkeling. Nou, daar hebben we ook ideeën over. En daar hebben we recent onder andere voorgesteld om de havenkom direct te verbreden. En daar directe maatregelen te nemen om de binnenstadsontwikkeling in volle glorie en omvang plaats te laten vinden.